Oké, welkom. Mijn naam is Harald van Rijen. Ik ben de afgelopen 4 jaar voorzitter geweest van de stuurgroep van het programma Omgrens Leren. En ik heb ook precies even lang een leerstoel. Die heet Innovatieve Leervormen in Biomedisch Onderwijs. Ik dacht, nou, dan beginnen we maar met een beetje makkelijk met Doornroosje. Doornroosje sliep 100 jaar. Ik wil je eigenlijk even meenemen 100 jaar terug in de tijd. Dat was de Belle Époque. Dat was eigenlijk het moment dat aan het eind van de industriële revolutie, elektriciteit kwam in de huishoudens, werd enorm veel uitgevonden. En die Belle Époque, die werd eigenlijk, dat was een periode, zoals die staat, characterized by optimism, peace in France and in Europe, new technology, scientific discoveries, denk aan röntgen. Je kunt het eigenlijk allemaal niet bedenken. Alles is eigenlijk bedacht. Hè? Dus Marie en Pierre Curie, allemaal bedacht. Dus aan het begin van de 20e eeuw. Dus het was het begin van de filmindustrie. Geluid werd net, was net op te nemen en weer af te spelen. Telefonie. En we zijn eigenlijk 100 jaar verder. En eigenlijk is alles opgegeten door devices. Gaan we zelfs denk ik met televisie een heel ander tijdperk in de komende jaren. Maar wat voor onderwijs? Onderwijs 100 jaar geleden, docent in een zaal met studenten die luisteren. En we zijn eigenlijk 100 jaar later en het grosso modo is het beeld niet enorm veranderd. Sterker nog, ik denk dat als Doornroosje 750 jaar had geslapen, dat ze moeiteloos had kunnen integreren hier in het onderwijs. Mijn vraag aan jullie is, wat is er aan de hand met ons onderwijsmodel? Het is in ieder geval wel zo dat de huidige interne en externe ontwikkelingen heel erg richting de online kant gaan. Hè? Dus zeg maar, hier komen we vandaan, hè? Dus in gebouwen van steen, nou ja, beton, hè, dit gebouw en plastic. Met waar we traditionele instructie en soms geven we daar een PowerPoint bij, eventueel met een plaatje. Nou, dat is dan technology rich, tenminste volgens deze indeling. Maar nog steeds gewoon face-to-face. Informeel, dan gaan we een beetje richting online, het informele deel. Nou, daar zijn we natuurlijk allemaal inmiddels aan gewend. Hè. Dus ook onze studenten doen het zo. Waarom ga ik ga niet het boek lezen, ik ga gewoon nog even 3 filmpjes op YouTube kijken. Dan begrijp ik het daarna ook. Kan ik ook een voldoende halen. Ze delen dingen met elkaar. En natuurlijk fulltime online learning is dus enorm gehyped in de afgelopen jaren. Hè. MOOCs en SPOCs. En ik begreep dat de MOOCs alweer een beetje op de neergaande flank zitten van de Gartner hype cycle. Dus ik weet niet hoe diep het kuiltje gaat worden voordat ze in een soort steady state terecht gaan komen. Maar er is dus een enorm spectrum en we hebben de afgelopen jaar heel erg gefocust op gemengde leervormen, blended learning. 5 jaar geleden was ook het moment dat onze raad van bestuur een strategiestudie heeft laten doen om te kijken wat er voor investeringen nodig zouden zijn om onderwijs ICT naar een nieuw niveau te krijgen in het UMC Utrecht. In principe was het de ambitie om daar dus een kleine 6 miljoen in te gaan steken om te kijken of we het vliegwiel van e-learning gaande zouden kunnen krijgen in het UMC Utrecht. Nou, dat project is in januari 2012 gestart en dat eindigt dus op 31 december van dit jaar. En we willen heel graag de resultaten daarvan vandaag met jullie delen. De ambitie van het programma was dat we in 2016... een opleidingsstructuur wilde hebben waarin iedere student of medewerker overal en altijd toegang zou hebben tot digitale bronnen, communicatiemiddelen, instrumenten voor feedback en beoordeling. En door de invoer van onderwijstechnologie zou het leereffect vergroot worden, motivatie van studenten en medewerkers worden versterkt, leren en toetsen efficiënter worden, informatie beter beklijven en voortdurend leren beter gefaciliteerd worden. Het projectprogramma zou een bijdrage moeten leveren aan 5 strategische doelen. Leven lang leren. Verhogen van de patiëntveiligheid, we zijn slot een ziekenhuis, hè, want het was helemaal niet alleen gericht op de academische opleidingen, ook op de zorgopleidingen en de bijnascholen van onze medewerkers. Aantoonbare bekwaamheid, effectief en efficiënt onderwijs en nationale en internationale attractiviteit. Er was een aantal uitgangspunten. Een van de uitgangspunten was blended learning. Het leek ons verstandig om in eerste instantie in te steken op iets wat het contactonderwijs of het leren op de werkvloer zou gaan helpen. He, krachtiger maken dat moment. In plaats van helemaal in het begin in te steken op iets wat allerlei docenten zou gaan vervangen of andere zaken. Tweede was
natuurlijk dat als mensen iets wilden laten ontwikkelen, dat het moest gaan om een e-tool die we in het programma konden omarmen en ondersteunen en ontwikkelen. En het derde uitgangspunt was, als we voor blended learning gaan, als we willen dat mensen zich online gaan voorbereiden op contactonderwijs, zodat ze beter voorbereid om contact thuis komen, dan moet het op any device kunnen draaien. Ja, dan moet het niet beperkt zijn tot een digitale werkplek hier, of dan gaan we voor Bring Your Own Device. Er was een stuurgroep, dagelijks bestuur, een programmamanager en een programmabureau. En via projectleidersoverleg werd een aantal projecten aangestuurd. E-modules, e-simulaties, e-lectures, e-assessment, videoreflectie en innovatieve projecten. Het waren dus heel projectgedreven en topicgedreven projecten. Daaroverheen lag een aantal andere projecten, evaluatie, blended learning implementatie, dus professionalisering, implementatieondersteuning, Bring Your Own Device, hoe richt je dat in, en beheer en borging. We hadden 24 FTE, in totaal waren er 44 werknemers in dienst van het programma. Hoe ga je van bovenaf sturen, zeg maar de goede richting geven? En hoe ga je van onderaf het proces aanjagen? Dus dat is wat ik denk een van de succesfactoren van het programma is. En top-down en bottom-up met elkaar verbinden. Dat is eigenlijk een beetje weergegeven in het praatje. In het plaatje, dus we hadden een strategiestudie met doelen. Daar hebben we een visiedocument op geschreven. Daar hebben we van aan de opleidingsdirecteur gevraagd om binnen die visie de doelen voor hun opleiding voor de komende jaren daarin te specificeren. En binnen die kaders is aan docenten gevraagd om met hun eigen projecten te komen. We zijn echt overspoeld met aanvragen. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat in bijna alle opleidingen er enorm veel ontwikkeling is geweest. We hebben 172 e-modules ontwikkeld. Een heleboel e-simulaties, vooral geïnvesteerd in grote platforms, waar je heel eenvoudig oneindig aantal simulaties in kunt genereren. Meer dan 3000 e-lectures is opgenomen. Meer dan 1000 digitale toetsen, videoreflectie heeft allerlei producten opgeleverd, innovatie heeft een heleboel producten opgeleverd, in samenwerking met al die ondersteunende projecten. Dus eigenlijk zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve doelen van het programma, die zijn gehaald. Een van onze lievelingsvoorbeelden van de manier waarop e-modules zijn ingezet, voorbereiding voor practica, daar hebben we ook aan gewerkt. Het vaardigheidsonderwijs bij ons klinisch vaardigheidsonderwijs werd nogal gefrustreerd door slecht voorbereide studenten. Kijk, dat is niet typisch Utrechts, denk ik, slecht voorbereide student. Maar het zat wel natuurlijk het klinische vaardigheidstraining in de weg. En de docent die gaat het dan weer uitleggen. En dan denkt de wel voorbereide student natuurlijk van ja, dan ga ik de volgende keer ook niet meer voorbereiden als die toch allemaal opnieuw wordt uitgelegd. Dus dat is een lelijke spiraal. Hebben we voor het vaardigheidsonderwijs 26 e-modules, zeg ik even uit mijn hoofd, ontwikkeld, waar de theorie in zat. En er was al een inleidend college, er was al een reader, die zijn ingeblikt in een mooie e-module. En die e-module, die is verplicht gemaakt. De student moest hem doen. En de setting hier op de derde verdieping is ook zo, dat als een student komt voor bij het vaardigheidsonderwijs, moet hij zich eerst melden bij de balie. Dat was sowieso al het geval, maar er ligt nu een lijst van degene die de e-module wel of niet gedaan heeft. Heb je hem niet gedaan? Jammer. Volgend jaar mag je het opnieuw proberen. Het klinkt super kinderachtig, maar was super effectief. De studenten vinden dat het onderwijs beter ging. Het ging nu echt over de vaardigheid. De docenten vonden dat de studenten gewoon veel beter in de theorie zaten. Veel meer focus op het vaardigheidsonderwijs. En onderzoek van de docenten van het vaardigheidsonderwijs laat ook zien dat bij de stationstoetsen waar de vaardigheden worden getoetst, studenten met deze nieuwe opzet ook echt beter scoren. Dus het is een super effectieve vorm van inzet van e-learning, waarbij de focus dus echt op het contactonderwijs lag. En e-learning om dat contactonderwijs te versterken. Dus ik denk als je zou... ik heb een lijstje gemaakt van dingen waarom... het is mijn lijstje. Wat een beetje de succesfactoren van het afgelopen jaar waren, over de afgelopen jaren van het programma waren. We hebben gekozen voor een gedecentraliseerd implementatiemodel, waarbij er dus visie aan de bovenkant was en ondersteuning en bottom-up. De ideeën kwamen voor ontwikkeling en implementatie. Dus we hebben top-down en bottom-up goed aan elkaar kunnen verbinden. Dus dat denk ik essentieel. Docenten zijn heel erg eigenwijs. Dus ik denk als je hun eigen ideeën kunt omarmen en doorontwikkelen, dat een heel krachtig model is.
We hebben de focus gelegd op blended learning. Ik denk dat dat ook, dat hoef je aan niemand uit te leggen. We willen jouw moment, dat jij er als docent staat, dat jij jouw kennis kunt inzetten om de student beter begrip te krijgen. Dat is een goed verhaal. Dat is ook niet bedreigend. Het is de verbetering van het contactonderwijs. En we hebben aan volledige projectmatige ondersteuning gedaan. Dus een goed idee van een docent. Werd een mini-project van gemaakt met een projectleider erop. En er werd een gemengd team opgezet met een ontwikkelaar en een multimedia en een onderwijskundige. En er werd, de vaart werd erin gehouden. Dus een goed idee werd ook echt omgetoverd tot een goed project dat ook echt binnen de gestelde tijd ontwikkeld kon worden. He, zowel technische ondersteuning, didactische ondersteuning, ondersteuning bij implementatie. En we betalen het ook nog allemaal als programma. Er zat een goede evaluatiecyclus in. Alle dingen die we ontwikkeld hebben, zat ook een kwaliteitscyclus in. Dus er werd een evaluatie gedaan over gebruik, et cetera. En het jaar erop werd er nog een verbeterslag gemaakt. En, wat ook helpt, we zitten hier in een academisch instituut. Er is onderzoek gedaan naar ontwerpgericht onderzoek. Hoe maak je iets, hoe ontwerp je iets, zeker in zo'n blended learning. Wat gaan we in de e-learning stoppen, wat gaan we in het contactonderwijs stoppen. Hoeveel, hoe stuur je de student daar goed in. Dus daar hebben we ook aan gewerkt.